Ja, jongens en meisjes, het is hier met de slechte rij. Kijk hier wat ik gekocht heb. De superluxe van het beest. Met dan draak het ogen. Het was door de gewone luxe ook uitgekomen. Ik weet niet of je er in die net. Ik heb hem al een keer gevlogd, bezig. Ik zet er ook zo'n kaartje bij gesigneerd. Want zet toch hem dat zitje of het wel bij, hè? Hetzelfde. Met een omslag. Zie het. En met dat kaartje, dat libristje die erbij zit. Hè. Dat was van Stripweb. Zie het. Vrij niet hoog. En in de magazine stond er ook een heel verslag. Van de beste. En we over het zuster gehad, Anne kan lezen. Hé. Want dan draag ik de luxe toon naar jender. In de Palombische jungle wordt een marsupilama gevangen door de Shashuta-Indianen. Ze verkopen hem aan smokkelaars van exotische dieren. Het dier belandt uiteindelijk in de haven van Antwerpen. Ook in de jaren 50 al een draaischijf voor illegale handel. De marsupilami slaagt erin te vluchten naar de voorsteden van Brussel, waar hij onderdak vindt bij François, een jonge dierenliefhebber die het niet makkelijk heeft. Het is in het begin van een meeslepend avontuur met hier en daar een sombere toets, maar vooral vol hoop en fraaie vriendschap. Een ongelooflijk avontuur rond de buitengewone vriendschap die kan ontstaan tussen een kind en een dier. Dus ik vind dat je in de rollenmolen dat boek moet aanschaffen. Dat is een heel schoon boek. En die luxe is nog ander, want er staan van achter speciale bladjes in. Want ik toppen mij er mee kijken. He. Want dat hier ik er al zo doe, is veel te groot en te dik. Kijk, nou die halen we niet. Een momentje, hier ik dat statief een beetje over zijn. Ik kan over mijn schouder mee kijken. Zit dat hier? Dat is wel zeker, hè? Die nog bij kant doen, ja. Dat zag je nog een beetje hoger. Zit dat hier? Ga je nog hoger of zit dat hier mee om? Ik weet niet meer over, zo'n ja, meer kan het niet meer. Moet ik even kijken, hè. Dat is een stofomslag. Hier. Dat is erin gegraveerd. Eruit gesneden, de letters van het beest. Is gesigneerd. En genummerd. Er zit er een hele grote prenten bij. Ook genummerd en gesigneerd. Dan is het zelfs in de gewone oven. Hé. Dat is wel hier. Voor de die die hembrilletje moeten dragen, is dat goed van grootte. Maar mijn ogen verslechteren een beetje een van me, zo dus. Kijk maar van achter. Zit er hier een dossiertje bij. Een heiledingstje, hoe dat in de rip gekomen is, hoe dat in de gemaakt heeft. Dan hier. De cover die je maakt. De kleur net aan het zoeken was op plat papier. Etsen. Boek is hier zo doen, dus ooit dat hier met dat statief wat geweren moet. Ik kan hem nu een keer in mijn hand pakken, dat ik een beetje dichter kan komen.
al beter zien. En dat nog wel mooi tegen deze zit. Met kleurpotloodjes. Hij is dronken, ze hebben er al een neusetje. Pas op, hé, jongen. Schoon, hè. En al bij zetjes van de cipollami. Nog een beetje kribbelkrabbel. Dat hoor je wel. Voilà. Dat is het. De bekep staat nu dat je dan boek niet kan poppen. Oké, ik kon dat even weer toe doen, want dat is een beetje delicaat. Dat is zo zeggen, jongetjes. Kijk in de winkel. Je kunt er vreemd wel nog aangeraken aan een ding. Maar je moet erop zijn. Het is wel 225 euro. Hè. Dat je moet oppoesten. Dus je moet gewoon een keer dat zo doen. En je had 225 euro in handen. Goed? Allee. Jongetjes, dat was het dan. Je hebt hem nu eindelijk een keer gezien hoe dat eruit ziet. Hé? Dan kan er nu een keer met mijn gemak in kijken. Salut, jongetjes en meisjes. Tadaa.